Dit is de lokale omroep Elburg. Mijn dag begint altijd met het programma Kijk op het nieuws. Er is een motie. Hierin komen allemaal belangrijke mensen uit de gemeente Elburgse politiek. En nou, die vertellen dan wat er is gebeurd. Dat het met een jaartje wordt opgeschort, de opening. Dat Sharon Tijksma naar ons geluisterd heeft en gedacht... De man die nu aan het woord is, heet Rick van Veldhuis. En hoort ook bij de politiek van de gemeente Elburg. Maar hij is ook radio-dj. Hij heeft bijvoorbeeld gewerkt bij Radio 3, 538 en bij Veronica. Over jullie verhaal. En dan denk ik van, wat moet je met zo'n... De man die hier nu rechts praat is Bram van den Ham. Hij zit in het bestuur van de Loe en hij presenteert programma's. De jongen die hier vooraan zit bij die knopjes, dat is Sharon. Hij doet nu op dit moment het programma On Air. Hij zit ook altijd meestal naast me op de zaterdag en heeft me ook heel veel geholpen. Een hele goede middag, welkom bij On Air hier op Loe FM. En zoals elke week heb ik in het tweede uurtje tussen dus producent, want hij heeft mij ook geleerd om goed door de microfoon te praten. En daar ben ik hem ook heel erg dankbaar voor, want dan ga ik nog veel nodig hebben bij de Loe. Hij zei ook van, muziek is een groot deel van mijn leven. Dus hij zei ook tegen zijn vader van, ik wil, ja... Dit is Bert van Loo. Hij is presentator bij ons voor de Loesport en hij is voorzitter van de voetbalclub van Doornspijk, DSV 61. Jan, wat een informatie. Ik moet zeggen, allemaal foutloos. Punten, ranglijsten, alles klopt tot in de puntjes. Je hebt je prima voorbereid. Het enige wat wij nog graag willen weten in de studio, wat verwacht je zelf van deze wedstrijd? Ik heb niet alleen meegeholpen met de radio, maar ook met Loo tv. Daar heb ik bijvoorbeeld meehelpen mogen filmen met het Elburg Sinterklaasjournaal. Cameraploeg hier. Ja, laten we komen. Microfoon hier. Twee camera's. Dit is Freek van de Heide. Hij is een van de twee regisseurs van het Sinterklaasjournaal. Hoeveel scènes hierna nog? Veel te veel. En we zijn al ontzettend door de tijd heen. We komen er wel op. Lukt nog. Ja, dat lukt wel. Geloof ik ook. Ik weet niet alleen niet of het nog voor 12 uur vannacht lukt, maar... En zelf heb ik ook nog een rolletje mogen spelen in het Sinterklaasjournaal. Monique, heeft Sinterklaas al gereageerd op dit filmpje? Nee, nog niet. Maar we hebben vandaag even op straat gepost wat mensen ervan vonden. Ja, het is verschrikkelijk. Het is echt heel erg. Ik vind het echt heel erg. Ja, ik krijg echt... Ik heb ook mee mogen helpen filmen bij de intocht. En bij het grootste evenement van Elburg. Kerst in de vesting. Dus als jullie denken van, nou Marco, heb je daar een beetje vermaakt? Dan zeg ik, ja, ik heb me daar wel een beetje vermaakt, ja.